Ja, buddy! Ik heb wel een bepaalde schrik, ja. Maar ik denk eens te daar zijn dat dat wel gaat omslaan in adrenaline en dat het wel goed gaat komen, ja. Het is niet voor niks dat de 23-jarige Beringenaar Michiel Nijes en zijn vrienden met een gezonde dosis angst naar Noorwegen trekken. Ze skiën er in de wilde natuur, het gevaar longt er om elke hoek. Ja, natuurlijk zijn er de risico's van het lawinegevaar. De flanken die we daar skiën zijn zeer steil. Het klimmen naar boven. Je komt wel constant in het gevaar, maar we gaan wel goed voorbereid naar daar. Proberen zoveel mogelijk naar de bergen te gaan. Hier is dan de Alpen. En daar zo goed mogelijk proberen te trainen, veel te klimmen, veel afdalingen te doen eigenlijk waar niemand komt. En ja, techniek moet goed zitten natuurlijk. En dan is het gewoon knopje op nul en naar beneden gaan. Daar komt-ie. Skiën is één ding, maar de berg omhoog geraken is iets anders. Skiliften zijn er niet, dus moeten ze alles te voet doen. Het wordt een echte expeditie. Dus 4 dagen dat wij daar in tenten door het gebergte gaan trekken. We hebben daar maar 8 uur daglicht, dus we moeten daar om 6 uur 's ochtends bij wijze van spreken opstaan om dan 8 uur naar 7 uur naar boven te klimmen en dan 1 of 2 afdalingen te kunnen doen. Ze maken dus een gevaarlijke klim van maar liefst 8 uur lang om daarna hun leven te wagen tijdens een afdaling van amper 3 minuten. Mijn ouders, ja, die verklaren ons eerder een beetje zot, maar goed, ja. Grenzen verleggen. Er reist ook een cameraploeg mee die hun avontuur zal filmen. Ze willen een documentaire maken die op verschillende filmfestivals getoond zal worden.